Mijn naam is Benjamin Zonneken, ik ben masterstudent wijsbegeerte aan de UGent en ik heb een paper geschreven met de titel Twilight of the Idols, an essay on Wittgenstein's grammatical revolution. Dat is een verwijzing naar Nietzsche's kleine werkje Guts and Demagog. En ik gebruik die naam om te wijzen op één aspect van Wittgenstein zijn filosofie, namelijk dat het een destructieve filosofie is. Dat is belangrijk in die paper, omdat ik in die paper een onderscheid introduceer om Wittgenstein's vroegere en latere filosofie te begrijpen, of de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden. En ik doe dat dus door een analytisch onderscheid in te voeren tussen enerzijds een methodologisch vlak en anderzijds een teleologisch vlak waarop Wittgenstein zijn filosofie zich beweegt. Dat teleologische vlak blijft in de tractatus en in de filosofische onderzoekingen gelijk, en dat is het destructieve vlak, zeg maar. Het doel van Wittgenstein zijn filosofie is om, zoals een prof van mij dat zegt, zichzelf te genezen, of de filosofie te genezen van de ziekte die ze zichzelf heeft aangedaan. Op methodologisch vlak is er een revolutie gaande in Wittgenstein's latere filosofie, doordat hij in die filosofie de notie van grammatica introduceert. En dat is een revolutie ten opzichte van enerzijds zijn eigen vroegere filosofie en van filosofie in het algemeen.